3 april 2019, Tristan. Weet je nog wat er toen was? Ja, ja, jij vertelde me net dat het mijn laatste basisdebuut was tegen FC Utrecht thuis. Ja. Klopt inderdaad, ja. Dat is nu 1,5 jaar geleden. En afgelopen zaterdag was het weer zover. Ja. In Heerenveen, tegen Heerenveen in het hoge noorden. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je basis stond? Ik had er super veel zin in gelijk. Het was in de ochtend kregen we een appje via de groepsapp. Positieve nieuws dat iedereen negatief was getest op corona. Daarna het mindere nieuws dat Lucas ziek was geworden helaas. En toen kwam ik aan op de club, ik denk 1:30, 2:30. En toen werd ik naar het kantoortje gestuurd en toen kreeg ik voor mij het goede nieuws te horen. En dan moet je na 1,5 jaar start je weer voor de eerste keer in de basis. Is dat moeilijk? Is dat een omschakeling? Ja, ik ben vooral gewoon altijd hard blijven trainen en wachten op deze kans eigenlijk die is gekomen. En daarop gefocust. En ik wist, als die kwam, dan was het gewoon aan mij om te pakken. En ik heb mijn best gedaan, dus. Je had een snelle vleugelspits tegen. Volgens mij was dat meneer Van Bergen, hè? Ja, klopt. Liggen die mannetjes jou wel? Ik denk wel dat we hem redelijk goed bespeeld hebben. Ook gewoon vooral als team. We hebben Firma niet heel veel laten passen. Dus dat ging goed. En ik had me er ook op ingesteld dat die snel is. Ik ben ook wel redelijk snel. Dus voor mijn gevoel ging het wel goed, ja. Dus je bent tevreden over je eigen spel van afgelopen zaterdag? Jawel, ik ben wel tevreden. Ook vooral over wat we als team hebben laten zien. Zeker. En jij kijkt alweer uit waarschijnlijk naar aankomende zaterdag. Ja. Want dan komt jouw oude team hier op bezoek. Ja, mijn oude club. Ja, oude club in Stadion de Koel. Ja. Ken je daar nog veel jongens van? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, ze zijn heel veel gaan vernieuwen. Dus ik heb ook eigenlijk helemaal geen contact met jongens die daar zitten. Ik ken sommige jongens wel. Maar niet dat ik daarmee contact heb of wat dan ook. Staat Tristan Dekker wellicht weer in de basis, hè? En dan mag er niemand komen. Ja, mijn vader keek heel erg uit naar die wedstrijd inderdaad. Dus dat was wel jammer, ja. Ja. Maar evengoed, als jij zaterdag in die basis staat, dan ga je alles geven? Uiteraard, ja. En dan gaan we 3 punten pakken als het goed is. We gaan ons best zeker doen, ja. Daar gaan we wel vanuit. Ja. Hoe zit Tristan Dekker op dit moment in zijn vel? Goed, ja, zeker ook na wat we als team hebben laten zien in Heerenveen. Ja, ik zit er goed in. Ik zit er als team volgens mij best wel veel vertrouwen ook kunnen halen, ondanks het verlies. Lekker getraind, dus ik heb er wel zeker zin in het weekend. Ja. Wat zijn jouw eigen doelstellingen nog dit seizoen? Gewoon zoveel mogelijk minuten maken. Fit blijven. Dat is wel eens anders geweest, dus dat is zeker mijn doel. En dan waar ik kan zoveel mogelijk minuten maken. En dan zien we wel. Heel veel succes dan met Tristan. Yes, dankjewel.